start is gevallen. Paarden zijn onderweg en het snelst begint Sander LB. Die pakt heel makkelijk de leiding. Sander LB op de tweede plaats aan de relingzijde volgt Hunter Green. Galoppaarden van Tangerine D. Uitgeschakeld, nummer 7 galop. Sander LB, die heeft makkelijk de leiding. Hunter Green ligt op plaats 2, derde is Chris Leblanc. Door het derde spoor gaat naar voren op dit moment Broer van Bremen. Gaat op dit moment voorbij aan de favoriet Farah Diba River, die ligt in het tweede spoor. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Frank Westerveld met Erik L. Petnik. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde en Rotegatter blijft gas geven, maar neemt nu het tempo terug. En ziet aan de buitenkant dan Broer van Bremen voorbij flitsen. Broer van Bremen gaat de leiding overnemen. Broer van Bremen is er bijna langs, maar nog niet helemaal. Meer kan Rotegatter hem bijna niet terugnemen, want de lijnen zijn niet langer, maar nu is hij er voorbij. Broer van Bremen, de nieuwe leider, en dan denkt Ebbing, en dan kan ik ook wel gaan. En dan komt hij met Farah Diba River aan de buitenzijde. Farah Diba River aan de buitenzijde neemt nu de leiding over van Broer van Bremen. En zo hebben we 3 leiders gehad in 300 meter tijd en ligt nu Farah Diba River vooraan. Broer van Bremen op plaats 2, derde plaats voor Sander LB. De rest van het veld vlak daarachter. En zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. Tempo gaat nu wat naar beneden. Farah Diba River mag het tempo bepalen. Paard dat normaal gesproken zelf de leiding ook kan nemen. Maar werd daar afgetroefd door Sander LB die nu op plaats 3 ligt. En zo gaan we voor de tribune langs de laatste ronde in. Farah Diba River, tweede plaats Broer van Bremen. Derde aan de buitenzijde Fantastico Boko. Vierde aan de relingzijde Sander LB. Vijfde, wat ligt hij er vandaag weer mooi in. Burlesque. En achter Burlesque volgt Famous Rich. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Hunter Green en daarachter Chris Leblanc. Daarnaast in het tweede spoor volgt Dancing Star Philly. Die wordt gevolgd door Erik L. Petnik. Daarachter volgt Ella Genie en de laatste plaats voor Budweiser DF. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Ebbingen trapt het gaspedaal ietsje verder in. Het is nog altijd Farah Diba River die leidt. Hij gaat weer eens achterom kijken, Ebbingen. En wie ziet hij daar komen? Dat is Burlesque. Burlesque gaat naar het derde spoor. En die gaat nu in de aanval. Grijft nu aan, wilde ik gerade zeggen. Maar we zijn hier in Nederland. En zo gaan we naar plaats 2 met Burlesque. En gaan ze de laatste bocht in. En daar komt ook wat ruimte voor Sander LB. Die zoekt wanhopig naar die ruimte. Heeft hij nu pas gevonden. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Farah Diba River. Burlesque op plaats 2. Derde Broer van Bremen. Die lijkt nog wel wat over te hebben, maar die kan geen kant op. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Farah Diba River. Uitgeschakeld nummer 3 galop. Farah Diba River gaat heel sterk. Burlesque aan de buitenzijde probeert het wel, maar komt er nog niet echt voorbij. Ebbingen kijkt alleen maar opzij. En dan zal hij hem normaal gesproken ook wel gaan winnen. Het is Farah Diba River die leidt. Farah Diba River die hem ook gaat winnen. Tweede plaats Broer van Bremen. Geweldige rit van Jaap Fixen. En derde is Burlesque.